Deze waterverftekening, verveel de toeschouwers bij een publieke voorstelling geheten, is gemaakt door de Belgische kunstenaar Eugène Laermans. De tekening is wel het toppunt van verveling, want niet alleen het publiek verveelde zich in het theater, maar de tekenaar ook, want die zat een aquarel te maken in plaats van naar de voorstelling te kijken. Laermans kreeg in zijn leven heel wat ongeluk te verduren. Op zijn 11e werd hij doof door een hersenvliesontsteking. Hij kon daardoor vrijwel niet meer praten. Toen hij 60 was, moest hij stoppen met werken omdat hij blind geworden was. Hij verzuchtte: gelukkig is hij die kan zien. Kunst heeft te maken met de zintuigen. De ogen die kunnen zien, de oren die kunnen horen, de mond die kan proeven, de neus die kan ruiken en het voelen. Niet alleen het voelen dat je met je vingers doet, maar ook het voelen of het koud of warm om je heen is. En misschien nog wel het belangrijkst, het voelen van binnen. Het gevoel dat een mooi schilderij je kan geven. Of muziek die je ontroert. Of verveelt.